Technologie kan leerlingen helpen leren. Denk bijvoorbeeld dus aan een iPad, een device met eindeloze mogelijkheden. Maar hoe werkt het eigenlijk? Mijn naam is Eveline en in dit filmpje laat ik je zien hoe je twee apps naast elkaar open kunt hebben staan. Soms kan het handig zijn om twee apps naast elkaar te zien. Bijvoorbeeld om overzicht te houden. Of zodat je eenvoudig de foto van de ene naar de andere app kunt slepen. Met de functie splitscreen kan dat. In dit voorbeeld gaan we een foto slepen van Safari naar Pages. Open eerst de beide apps. Pages is het tekstverwerkingsprogramma van Apple. En Safari is de internetbrowser. Maak je een boekverslag of een ander werkstuk? Open dan eerst het Pages document waarin je wilt gaan werken. Schuif de balk naar boven en sleep de app Safari naast de app Pages. Waar gaat jouw werkstuk over? Max Verstappen, de Gouden Eeuw of de Bever? Zoek op jouw onderwerp tot je een mooie afbeelding hebt gevonden. Sleep deze afbeelding van Safari naar het document in Pages. Schuif de app Safari weer weg. Je zit weer in Pages, waar je verder kunt werken aan je les of aan je werkstuk. Wil je meer weten over het gebruik van de iPad in jouw klas? Lees dan verder op de website van de Rolfgroep.